I feel paralyzed. Hallo kijkers van DJLI, hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Brothers in Arms Road to the Hill 30. We gaan beginnen aan Charter, of hoe je dat spreekt, missie 2 zeg maar. Tweede fragment en tweede dag vanuit deze serie, vanuit dit spel. We krijgen dus altijd een tekst. You really start to notice the quirks a person has when you think he might be dead in a week. I remember the first time I saw Leggett. It was in the breakfast tent. He was cutting a hard-boiled egg into small pieces with a knife. Like ham. It occurred to me at this point I'd never in my 23 years of existence seen a man cut an egg into slices like that. I don't know why I remember that. Nou, we nu niet vragen wat heeft hij gezegd, want ik snap ook eigenlijk niks anders. There's an AA gun over there. We have to take it out. Are you gonna pay for that? You just broke her damn gate. Leggett, shove a sock in it. Oké, we moeten dus volgen waarschijnlijk. En wat heeft deze gun? Oh ja, het is geen Minecraft. Dus is Leggett en Mac. Is daar. En er is een AA-gun, dus het zijn die stralen wat je daar ziet. Dat zijn dus guns, geweer van Duitsers. Die vliegtuigen proberen neer te halen. Ook krijg je even een soort van deur. Ja, dat ken ik allemaal, want ik het wel gespeeld heb. Boeit me niet hoe ik loop, hoe ik wil. Baker, get down, stand by the fire. Don't fire till I do. Target! Any fire on those crawlers! You stay put against the battery! He's down! I'll flank him! You keep up the fire! Here we go! Here we go! Roger that! Yes! More crowds over there! Whoa! Baker! We gotta get around him! Rude mate, this I. Come on. The soldaat die riep. Ik heb hier aan het schel achter deze boom. Ik ga zijn rug pakken. Yes. We hebben hem. We hebben hun. Yes, ik kan een betere gun nemen. Eindelijk. Ik kan deze wel bewaren. Oh. Oh, oké. Okay. Ik heb hem al. Fucking nice. We should help him. Maybe there are still some alive. What do we do? There's nothing we can do. But Sarge! Volgens mij... Keep moving, Leggett! Ja, dit is een vliegtuig van ons, dus een vliegtuig van de Amerikanen. Dat de Duitsers hebben neergehaald en dat hebben ze dus eigenlijk om het vliegtuig weer te doen. Waar ik in zat, dat hebben jullie in vorige week gezien, maar ik heb een heel erg goede gun. Daar ben ik heel erg goed mee. Oké, ik heb 12 kogels zetten. More crowds! Neen. Another down. Voilà. I think we got them all. Okay, we have those on the box.
Hier liggen ze allemaal. Mooi stand. Kunnen ze ook. Voilà, kopstand. Oh shit, waar zijn ze? Wow, oké, okay, ik heb gewoon een paspijl. Waar zijn ze? Let's do this! There's an AA gun over there. We have to take it out. Daar is een AA gun. Zeg moet ik gaan. Heel zeker en denk ik de Duitsers toelopen. Denk het niet, monniken. No, no, no. Net fucking. Oké, moet even hier een ding planten. Zeg maar dynamiet. Om deze EE te vernietigen. Oké, de EE is kapot. Oh shit, ja, deze kan ik nog heel goed. Dat is jammer. Oh. Well, no shit. Oh shit, there's more. We zijn met drie man. Baker, get around them. We have to get a flank on them. Oké, dit is leuk. Boe. Net weer laden. La, ik hou van deze gun, echt waar. Oeps. Dat was niet zo verstandig. Waar zijn mijn teamgenoten? Is die hier achter? Ja. Moet ik ze serieus zelf gaan pakken? Ja, schiet dan, hè, jongen. Kom weg. Bam, ik heb ze. Ja, we hebben heel veel mensen al afgemaakt in deze aflevering. Was dat de laatste one? Baker, disable that gun with some TNT. So we can get the hell out of here. Oké, okay, we moeten dus ook deze moeten we kapot maken. TNT zit er heel mooi. Ze moet optifine, maar dat hebben we dus niet. We hebben het, de EE gun, de tweede AA gun, EE gun hebben we vernietigd. Hier is dan. We can't stop the rest now. The 4ID is coming up through Utah Beach. And there are Germans all over that area. Let's move. Oké, we hebben de tweede chapters uitgespeeld. En dit is de foto voor de volgende aflevering. Dat zijn twee Duitse soldaten die wij waarschijnlijk gaan killen. Maar dames en heren, dat is voor volgende week vrijdag bij een nieuwe aflevering van Rotters in Arnhem. Grootste 30. Dus tot volgende week.